Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom hier in Galerie Pictura. Voor degenen die mij niet kennen, dat zijn er niet veel. Mijn naam is Roel van der Veen. Ik vind het gezellig dat u met zoveel toch hier vanmiddag aanwezig bent. Hij kleedde onder andere Bette Midler, Grace Jones, Hans Marcus en Lisbeth List. Een aantal van zijn creaties heeft hij vandaag meegenomen, hier opgezet. Ik vind het fantastisch dat hij dat gedaan heeft, om dat toch hier ook te laten zien, zijn kunstcreaties. Dames en heren, mag uw aandacht voor Ronald Kolk. Een expositie met als thema het model, dat staat mij natuurlijk heel dichtbij. Dat is iets wat op mijn lijf geschreven is. Als ontwerper is het eerste beeld wat er in mijn gedachten altijd komt, is een silhouet van een vrouw. En dat is heel inspirerend als kunstenaar. En we hebben kunstenaars hier en kijkers met een heel verfijnd oog. En iedere en elke kunstenaar wordt getroffen door een emotie van de mens. En in dit geval, zoals het hier hangt, de vrouw. En het is absoluut geweldig hoe iedereen dat op zijn eigen manier zichtbaar maakt. Soms in stilte, soms is het beschouwend, soms is ze in actie. Soms is het een voorbijgaand moment als passant. Bij een ander is het een vrouw als monument voor eeuwig. Het model, de vrouw, geeft ons die eeuwige inspiratie. En dat is bijzonder. Dat is deze expositie. Het model. Nou, nogmaals, dank aan het model en dank voor uw aandacht.